half acht. En we zijn hier net over de grens, hè, in België. Ja, sowieso al een redelijk verdacht gebied hier, hoor. En ik heb hier staan dat de heer Tankink, die is volgens de whereabouts nu thuis. Heb jij de flesjes? 32,44 om 38,52. XBZ 52. Maar dat was een controle in mei. Voor alweer eens tijd. Goedemorgen. Hallo. We komen wij voor zijn op zoek naar de heer Tankink. Kom maar binnen. Via deze deur? Ja. Mam, zijn meneer voor jou. Ik heb hem gezien. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Hallo, hoe is het met u? Hey, Oenay. Dopingcontrole. Lijnstraat, dopingautoriteit. Nou, welkom. U bent net wakker? Ja. Heeft u al een toiletbezoek gepleegd? Ja, weer een maandag, maar het gaat wel lukken, denk ik. Ja? Ja. Grote boodschap, kleine boodschap. Hoeveel controles hebt u gemist, meneer Tankink? Nul. Nul? Ja. En gebeurt het eigenlijk vaak dat hier wordt aangebeld en dat u dan snel via de achterdeur op de fiets springt en wegscheurt? Nee, wel een mission controle. Ja. Maar dus, u kunt toch zeggen op dat moment, ik was even een pak blanke vla halen? Ja, maar als ze bijvoorbeeld als ze in je slotuur komen, je hebt dus een slotuur, zeg maar, dat uur moet je verplicht thuis zijn. Dus als je er dan niet bent, dan is het klaar. Dan heb je echt een gemiste controle. Wat zullen we doen? Zullen we de koe bij de spreekwoordelijke hoorns vatten en ons naar de toiletruimte gaan begeven? Ja, is goed. Ja, eerst moet je altijd een formuliertje vullen, hè? Wij doen dat even in de volgorde zoals wij dat bepaald hebben. Dus ga nou even ons de weg wijzen naar het toilet. Hebt u behoefte aan de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon? Nee, hoeft niet. Nee. Moeten wij de koelkast nog even bekijken? Dat doen we straks nog. Goed, meneer Tankink. U kent de procedure. Zou u dit flesje tot aan de rand willen voorzien van het nodige materiaal? Het is in ieder geval belangrijk als u uw shirt tot de voorgeschreven hoogte omhoog wilt trekken en de broek naar beneden, zodat we kunnen zien dat u niet gebruik maakt van hulpmiddelen zoals dat zijn een condoom gevuld met urine van uw hond. Nee, ja, het lukt niet. Lukt niet? Nee. U krijgt er niks uit. Nee. Dan gaan we even een kopje koffie doen. Ja. Officieel gezien moeten we even kijken hoe laat het nu is. Want binnen het uur moet geschieden. De tijd loopt. Dan kunnen we meteen even de koelkast controleren wellicht. Chocolaatjes staan niet op de. Die staan niet op de verboden lijst. Heb je er een hekel aan eigenlijk aan dopingcontroles? Nee, het hoort erbij. Ja, ik vind het niet leuk om te doen, maar het is een onderdeel van. Maar komen ze wel eens op een moment dat je zegt, nou, nu heb ik er echt totaal geen trek in? Ja, zeker. Ik heb één keer gehad dat ze kwamen, toen kwam zo'n man 's avonds, weet je dat nog? Toen had ik een koers gehad en toen had ik. Ja, ik had buiklopen. Ik had de hele nacht door zee gezeten. Ja, ik kon nog geen glas water binnenhouden. En toen kwam die 's avonds. Ik zei, ja, ik ben hartstikke ziek. Ik kan niks binnenhouden. Dus ja, als je al geen glas water kunt binnenhouden, ja, hoe kun je dan ooit naar de wc gaan, zeg maar, voor een kleine boodschap? Ja. Nou, die man is denk ik om 6:00 s'avonds gekomen en die is om 11:30 s'avonds weggegaan. Die ging er gewoon bij zitten en die heeft de hele ijskast leeg gegeten. En die is gewoon, die 5,5 uur heeft hij zo gezeten met zijn oude OVK. En wij zijn maar film gaan kijken. Maar praat je dan ook met elkaar of zo, of niet? Nee, die praat ook niet echt, hè. Het was echt gewoon de derde man in huis. Maar dat is toch een heel rare situatie. Dat is echt een rare situatie. Als we dan een uur later komen en de kinderen zijn weg en je vrouw is weg en jij staat even rustig onder de douche. En wij bellen 3 keer aan. En wat dan? Dat zullen ze even moeten wachten. Dat zal ik uiteindelijk wel open doen, maar. Maar daarom komen ze dus ook altijd 's ochtends vroeg, zeg maar, in dat uur waar jij zelf aangeeft dat je thuis bent. Maar uiteindelijk blijven ze net zo lang totdat het lukt. Je moet het doen. Maar het lijkt me zo ongemakkelijk, want je voelt de hele tijd dat die vent achter je staat en die staat toch een beetje in je hol te loeren. Ja. De eerste keer kwam er een vrouw. Dus alleen een vrouw en ik had het nog nooit meegemaakt. En die vrouw zei zo, toen wonen we in een klein appartementje. Ja, zullen we dan nu naar de wc gaan? En ging die vrouw echt mee de pot op? Ja, ik was echt totaal verbaasd. En maar de deur bleef wel lopen? Ja, ik denk dat ik toen wel meegelopen ben. Zo van, wat gaan die nou doen? Ja, het was voor mij allemaal nieuw. Dus ik dacht echt van,
komt er ineens iemand mijn huis binnen en dan gaat ze met mijn man mee naar de wc. Kun jij goed plassen? Ben jij een goede plasser? Ja, soms. Niet altijd, nee. Dus ja, soms, meestal doe ik het wel 2 keer over. Wordt de ene renner vaker gecontroleerd dan de ander? Ja. Ja. Ja? Jazeker. Ja. Wie wordt bij jullie het meeste gecontroleerd dan? Ja, met name de toppers natuurlijk. Hè. Als je bijvoorbeeld in de Tour, zeg, ook in de Tour doen ze heel veel bloedcontroles. En dan is het wel vaak voor de toppers, zeg maar, die worden 3, 4, 5 keer gecontroleerd tijdens de Tour. Dus Geesink en Mollema werden dan, waren dat goede plassers? Geesink niet. Mollema wel, volgens mij. Weet jij dat nog meer van andere toppers dan? Contador, is dat een goede plasser? Goh, nee. Dat heb ik nog nooit gevraagd. Quintana? Zou ik ook echt niet weten. Nee. Nee. Dat is wel mooi als extra kwaliteit. Hij kan goed klimmen, een beetje tijd rijden. Dat is ook een goede plasser. Zo, jongens. Is het gelukt, meneer Tanki? Is het gelukt. Zo, lekker warm. Beetje de kop op. Zo, dat moet wel mee, denk ik. Goed, meneer Tanki, dank voor uw medewerking. Dank u wel. Graag gedaan. En mocht het allemaal in orde zijn, uw urine, dan wensen wij u veel succes komende zaterdag bij de start van de Ronde van Frankrijk. Dankjewel. Tot ziens. Dag.